Sarah van Soelen maakte afgelopen weekend haar opwachting bij een of ander premièrefeestje van Hans Klok. Ze ging daar uitgebreid op de foto met haar oud-schoonmoeder Rachel Hazes en stond zowel RTL Boulevard als Show News te woord. Ze verscheen voor de camera met een nogal bewerkt uiterlijk. Heel erg zonde, vindt ster Antoinette Schulderman het. Moest wel ff paar keer kijken voordat ik Sarah Soele herkende. Stop toch met al dat gespuit in die mooie bekkies, dames, meestal knap je er niet van op, injectie-injectie, twittert ze. Schrijfster Cynthia Pallant begrijpt niet waar Antoinette zich mee bemoeit. Of je laat andere vrouwen gewoon lekker zelf hun beslissingen maken, ook als jij ze niet begrijpt. Antoinette, ja hoor, ze gaat haar gang maar. Maar ik vind het toch zonde. Thea vindt juist dat Antoinette een goed punt heeft, ze lijken ook allemaal op elkaar. Hetzelfde gezicht bijvoorbeeld als Connie Breukhoven blozend. Antoinette beaamt dat, ja, lijkt nu op jongere zus van Connie. Ene Caroline dan weer, waar beginnen ze aan? Ik dacht even dat het vrouw van 40 plus was. Antoinette, ik ook. Er is ook kleur op de gebruinde huid van Sarah. En stop ook met de trend dat we allemaal een knal oranje hoofd moeten hebben. Of heb ik een nieuwsbrief gemist, zegt iemand. Daarop zegt Antoinette, dat heb ik zelf dan ook weer regelmatig, als ik eerlijk ben geen kwaad zien. Ene lin lekker met Antoinette mee, heeft ze nou ook een gat bovenop haar neus? Jikes. En René, het lijken ook allemaal ineens zussen van elkaar nadat ze zo'n shot per ingespoten hebben gekregen. Suze vindt het onvolwassen dat Antoinette zo tekeer gaat tegen Sarah. Lekker volwassen om haar openbaar op Twitter belachelijk te maken. Laat haar met rust jo. Sarah Soel, je klinkt als Yvonne Koldewijer en dat is absoluut geen compliment. Dagblad van het Noordenjournalist Rosa Timmer is het eens met deze Suze. Waarom een vrouw in de schijnwerper zetten om haar uiterlijk af te branden? Het is geen 2010 meer.